Komende zondag om 11:15 staan in Arnhem Vitesse en Feyenoord voor de 68ste keer tegenover elkaar in de Eredivisie. Vitesse verkeert in zwaar weer nadat er in de Eredivisie 5 keer op rij werd verloren. Afgelopen vrijdagavond verloor Vitesse bij Heerenveen nadat het in de eerste helft op een 0-2 voorsprong was gekomen. Reden voor trainer Leonid Slutsky om op te stappen in Arnhem. Door de slechte serie is Vitesse afgezakt naar de 9e plaats in de Eredivisie. Feyenoord won afgelopen zondag van PEC Zwolle en staat nu 7e met 1 punt meer dan Vitesse. Van de 67 eerdere ontmoetingen won Feyenoord er 33, 10 keer bleven de punten in Gelderland en 25 keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Ondanks deze goede cijfers heeft Feyenoord het de laatste jaren lastig in het Gelredome. Het won slechts 1 van zijn laatste 4 uitduels bij Vitesse in alle competities. Die ene zegen was wel een hele belangrijke, want 3 weken na de 0-2 zegen op 23 april 2017 was Feyenoord kampioen van Nederland. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord in een 1-1 gelijkspel. Orkun Kukçu zorgde nog voor een voorsprong, maar Mohamed Daouda bepaalde vlak na rust de eindstand. Met Vitesse treft Feyenoord een ploeg die onderaan staat in het linker rijtje van de Eredivisie. Feyenoord won slechts 1 van de 6 duels dit seizoen tegen ploegen uit de linker rij van de ranglijst, 0-1 op bezoek bij Willem II. Steven Berghuis was met zijn 8e seizoenstreffer afgelopen zondag de matchwinner in het duel met PEC Zwolle. Daarmee is hij de topscorer van Feyenoord en is de captain betrokken bij 4 goals in de laatste 4 duels van Feyenoord met 3 goals en 1 assist. De enige Feyenoorder met een verleden bij Vitesse is Jan-Arie van der Heijden. Hij speelde tussen 2011 en 2015 123 eredivisiewedstrijden voor de tegenstander van komende zondag. Editie nummer 68 van Vitesse gaat komende zondag om 11:45 van start en is live te zien op Fox Sports 2.